والله يحب المحسنين. Dit was het stukje. Wauw, dankjewel. Heel mooi. Wat prachtig. Ja. Wauw, mooi om te horen. Ja, het is echt super. Ik had het niet verwacht. Ik denk, nee, je pakt je telefoon en je laat iets horen. Maar echt ontzettend mooi. Wauw. Dit is echt een prachtige reactie. Dit zag ik zelf ook niet aankomen. Nieuwe parfums te koop bij abdeen.nl. Jezeb, een van mijn favoriete parfums. Natuurlijk voor zoveel dames en heren. Jij mag kiezen welke parfum jij inshallah gaat bestellen. Ik zeg doen. En geloof mij maar, voordelige prijzen, goedkope prijzen. Arabische parfums. Ik zeg bestel ze meteen bij www.abdeen.nl. Let's go. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala is iets prachtigs. Is iets wat nooit, maar dan ook nooit te vergelijken is met woorden van anderen. Schepsels, want dat is het woord van de schepper der schepsels. Allahu Akbar. En ik ben benieuwd, ik ga een aantal Nederlandse niet-moslims mensen ga ik hier een stukje Koran laten horen. Laten we gewoon starten, bismillah. Kom, we gaan starten, we gaan naar die drie jongens. We gaan gewoon rondom, ik ga gewoon meteen naar die drie jongens lopen. En ik ga ze vragen of ze een stukje willen horen. En dan ga ik ze vragen, wat is hun mening daarover? Dag jongens, alles goed? Ja, ik ben bezig met een experiment. Ik wil jullie een stukje laten horen. En ik vraag jullie mening daarover. Zijn jullie klaar voor? Yes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailun li kulli humazatin lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. Dit was het stukje. Oké. Prima. Ja? Mooi. Ja. Wat denken jullie dat dit is? Een Arabisch gebed of zo. Een Arabisch gebed? Ja. Oké, wat denk jij? Arabisch gebed. Hetzelfde? Iets uit de Koran. Iets uit de Koran, dat klopt. Dit is iets uit de Koran. Heb je ooit de Koran gehoord? Nee. Sorry, zijn even. Hebben jullie ooit het woord van God gehoord? Dit is het woord van God wat jullie net hebben gehoord. Ja, dus het was in de buurt, toch? Ja, je was in de buurt. Ja. Ik wil jullie bedanken daarvoor. Hé, hey, rustig gaan, hè. Yes. Let op je fiets, hè. Assalamu alaikum, habibi. Kijf al-haal, begeer. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, broeder. Subhanallah. Ja, dit is een rondom even de Koran registreren aan niet-moslims. We gaan verder. Ik vraag u aandachtig te luisteren, die 30 seconden. Ja. En dan... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. Dit is het stukje. Dit is Koran. Dit is Koran? Ja. Hoe weet u dat zo? Ik ben moslim. Oké. Oké, dat was eigenlijk... Ik had u... Dit is niet eerlijk. Weet je waarom? Ik dacht dat u, dat u eigenlijk geen moslim was. Nee. Zo'n Marokkaans? Ja. Allahu Akbar, mashallah. Alhamdulillah. Nou, dat had ik niet kunnen weten. Maar het is wel mooi, toch? En registreer jij zelf de Koran wel eens? Of? Ja, ik lees wel Koran en ik bid ook. Alhamdulillah. Ja. Barakallahu fiki. En ik wil je heel erg... Ik ben echt om 7 uur of zoiets. Ik weet niet wanneer wordt die... Adan. Adan. Maar ik word wakker om te gaan bidden. Ja? Ja. Dankjewel. Heel erg bedankt.
Als je een boodschap wilt geven aan de mensen, wat zou je kunnen zeggen? Als je bent moslim, ga gewoon bidden en lezen. En ook als je kan niet lezen, probeer om te lezen. Het is wel goed voor jou. Super, super, dankjewel. Yes. Yeah. You ready? Ready. Insha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. This was the text. What you think about it? Think of that. Yes. Very nice, beautiful. Yeah. Yeah. You're a good singer, and I feel like it was quite poetic too. It's about something nice. Something what? Something beautiful. You know, it's like. It went beyond ordinary, something like that. Yes, yes. What do you think? Yeah, what a book we think. I'd like to say it was like nature, but I'm probably not. Maybe something like. What? Let me have a think, because I don't know any of the words, so I'm just trying to get a sense of it. The description you are going to see in the video, the subtitles. Okay. But it was the Quran. You know the Quran? Yeah, sure. Yes? Well, I don't know it. I know of it, yeah. Do you hear something like the Quran before? No. It's first time. Kind of, yeah. I've heard it around. I'm from London, so From London? Yeah. Yes. This, you know what Quran is? What's the Quran, It's the Islamic... The words of... Like the Islamic holy... Yes, Islamic holy book from God. It's the words of God. Ya Allah, yes, thank you very much. What you want to say to kijkers? Nederlands, kijkers. Viewers, thanks for watching, keep watching, he's doing incredible things. Thanks for your time. You are great, I will thank you about this. Thank you very much. Nice microphone too, I like Rode. Yeah. Nice one. Yes, thank you man. Shukran. Ga deze mensen vragen. Astaghfirullah. A'udhu billahi minash. Mevrouw. Oh, deze heeft... deze is te veel fitna. Fitna om de interview te doen. Heer en mevrouw, mag ik jullie iets vragen? Sorry man, I don't speak Netherlands. I speak English. Can I ask you? Sure, man. Yes. Oh, okay. But my English is very bad. But I try, yes? I want to let you hear a text from my book in 1 minute. Then I ask you what for text this is. In 1 minute I'm gonna lose my bus. Sorry. Ma'assalam, is goed, no problem. Dit keer was goed in Engels, hè? Gaat goed, Abdi. Gaat goed met Engels, alhamdulillah. Je bent een strijder, jongen. Ik ben een strijder, maar maakt niet uit. Hallo, meneer. Je moet gaan. Oh, no problem. Ander keertje, hè? Deze. Salaam alaikum. De Koran is wonder van Allah. De Koran is iets prachtigs. Of niet, cameraman? Ja, zeer zeker. Als ik jou zou vragen, hoe kan je de Koran schrijven? Wat zou je als antwoord geven? Het meest prachtige wat je in je leven mee kan maken. En daarbij wil ik ook zeggen, het is een instructieboek voor het leven. En gelukkig heeft het leven kent veel problemen, veel ups en downs. Maar alhamdulillah is er een instructieboek en dat is de Koran. Prachtig, mashallah. Beste antwoord dat je maar kunt geven. Salam alaikum. Altijd testen of iemand moslim is, zeg salam alaikum. Als hij dit doet... Sorry. Hallo, heer en mevrouw, kan ik jullie iets vragen? Het duurt hier echt 3 minuutjes. En het komt op mijn YouTube kanaal. Hij is nu aan het draaien. Als jullie het niet erg vinden, natuurlijk met mondkapje, worden jullie niet herkend. Ja, nee, is... Ik ben bezig met een experiment. Ik laat eigenlijk een stukje horen. Dat duurt ongeveer een half minuut. En ik vraag jullie echt aandachtig te luisteren. En daarna stel ik 2 vragen daarover. Zijn jullie klaar voor? Cool, ja. Kom. Ja. Wat is jullie naam? Anna. En Wouter. Anna en Wouter. Mooi. Bismillahirrahmanirrahim. سارعون
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dit was het stukje. Wauw, dankjewel. Heel mooi. Wat prachtig. Ja. Wauw, mooi om te horen. Ja, het is echt super. Ik had het niet verwacht. Ik denk, je pakt je telefoon en je laat iets horen. Maar echt ontzettend mooi. Wauw. Dit is echt een prachtige reactie. Dit zag ik zelf ook niet aankomen. En Anna, waarom vond je het prachtig? Nou ja, omdat ik eigenlijk niet verwachtte dat je zelf zou gaan zingen. En wij zijn allebei muzikanten, dus we, ja, dus ik weet niet, ik dacht je gaat iets laten horen gewoon op je telefoon en als iemand dan dus voor jou gaat zingen, dat komt dan bij mij meteen binnen. Terwijl ik heb niks van verstaan, maar... Niks van verstaan? Nee. Wauw. Maar toch, ja, het doet me heel veel, ik vind het echt heel mooi. Ja. En jou, wat? Ja, mij zelf, ik had dat echt niet verwacht. Ja. En ja, ik heb eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik vond het gewoon prachtig. Ja. Ja. Man, nou, ik ben echt heel blij ook jullie reactie zo te horen. Maar dan heb ik een vraag aan jullie. Hebben jullie enig idee wat voor taal dit is? Nee, Arabisch? Ja. Ja? Ja, het is Arabisch. Oké, goed. Ja, zag je dat ook aan komen? Ja, dat dacht ik, ja. Maar ik vind het wel moeilijk. Ik kan het nooit zo goed zeggen. Maar... Ja. Ja. De vertaling, dat gaan jullie zien onder deze video. Oh, te gek! Ja. Wat leuk! Gaan jullie zien. Het is nu moeilijk om alles te vertalen. Ja. Maar uit welk boek zou dit komen? Weet jij het? Ik denk wat we kennen, maar... Ja, maar ik denk... Wat zou het kunnen zijn, denk je? Ja, ik weet niet. Weet jij? Ik weet het ook niet. Ik durf bijna ook niet iets te zeggen, omdat ik bang ben dat ik het fout zeg. Dat is niet erg, hoor. Als je fout maakt, is het absoluut niet erg. Van waar komen die woorden, denk je? Wiens woorden zijn dit? Het klinkt als een soort, nou ja, niet per se een gebed, maar wel uit die hoek. Wauw, jij zit er heel erg in de buurt. Het is eigenlijk de Koran. Toch wel, hè? Ja, ik dacht ik wilde het zeggen, maar ik dacht, ja, misschien, ik weet niet. Maar je hebt het goed. Het is eigenlijk, het is het woord van God. En de Koran is eigenlijk het woord van God. En er staan allemaal dingen wat een moslim dient te doen. En ik weet niet of je ooit de Koran hebt gelezen, ik denk niet. Nee. Maar dit stukje wat je hebt gehoord... Dat wordt vertaald en dan ga jij ook verbaasd zijn van wat betekent het eigenlijk. En dat laat ik ook aan jullie over. Ik wil jullie heel erg bedanken. En, ja, jij bedankt. Ja, jullie ook hartstikke bedankt dat jullie hier aan deelgenomen hebben. En ik wil natuurlijk een mooie boodschap. Jullie mag van alles zijn. Geef het maar aan de kijkers. Er zijn duizenden mensen die kijken. Wat leuk. Ja. Nou ja, ik denk zeker voor dit nieuwe jaar heel veel liefde en geluk voor iedereen. Nou, prachtig. Hetzelfde. Heel veel geluk. Heel erg bedankt, toppers. Dankjewel. Ik sta hier echt subhanallah versteld. Wat een mooie reactie van deze twee prachtige mensen. Ook al zijn niet moslims, maar het zijn echt prachtige mensen. De reactie was prachtig. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen leiden die ik net heb aangesproken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun leiden naar de islam. Amin, amin. We gaan door inshallah nog één persoon en dan zijn we klaar. Dan heb ik hier inshallah wat van kunnen maken. Bi'idhnillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ik vind het oprecht heel mooi. Ik weet niet wat het betekent. Ik denk dat het een van de islamitische gebed is, omdat hij het ook mee zingen. Ja, ik zag jou al mee te doen. Maar ik vind dat je kon het echt heel mooi zingen, man. Ja. Kijk, ik weet zeg maar niet wat het allemaal betekent, maar... De betekenis ga je onder de subtitel zien, ga je onder de video zien. Iets islamitisch, denk je, wat is het dan? Ik denk dat het een gebed is, dus... Ja, ik denk een gebed waarover het zou kunnen gaan, over alles, over Allah, over hoe... Het zijn de woorden van Allah. Het zijn de woorden van Allah. Ja, dat is mooi. Dat is... Maar het komt uit welke boek? Koran. Uit Koran. Ja, natuurlijk. Nou, heel erg bedankt dat jullie deel hebben genomen. Ik vraag jou ook expres niet omdat ik weet dat jij moslim bent. Alhamdulillah. Toppers, ik ben je toppers. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inshallah.
Wauw, mooi. Echt mooi. Dan mag je een boodschap meegeven. Nee, is goed. Inshallah, alhamdulillah. Ik heb niet echt een betere boodschap, mooi, jongens. Mooi. Dat is het beste wat je kan zeggen. Inshallah, weet je wat dat betekent ook? Inshallah betekent mogen God met je zijn. Of Allah, Allah. Bijna. Met de wil van God. Alles gebeurt met de wil van God. Niks gebeurt zonder de wil van God. Inshallah zegt, als Allah het wilt. Okay, als God het wilt. Okay. En alhamdulillah betekent... Test. Dank u wel. Shukran, shukran, jam alim. Alhamdulillah betekent alle dank aan... God, aan Allah. God, ja, dat is het. En eigenlijk weet je, duizenden kijkers kijken nu naar jou. Weet je wat je moet tegen hen zeggen? Zeg tegen hun, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, uhibbukum. Ik kan het alleen houden op assalamu alaikum. Oh, perfect. Dus kortere versie en zeg, uhibbukum. Uhibbukum. Ja, dat betekent ik hou van jullie. Nou, ik hou van jullie. Ja man, en voor de kijkers, respecteer iedereen in het leven, snap je? Probeer altijd het leven aan de positieve kant te zien. Haal het beste uit jezelf en haal het beste uit iedereen om je heen. Ah, dat zijn eigenlijk hoe je ver komt in jullie leven, zijn man. Toppers. Dankjewel. En jij ook, dankjewel. Dank jullie wel. Alhamdulillah, wat is dit zo'n fanatieke en een prachtige video waar ik echt veel bewoog. Samen met de cameraman. En we hebben zo'n prachtige mensen ontmoet. Ik wil gewoon echt, subhanallah, juichen. Ik springen uit blijdschap. Springen. Ik wil jullie bedanken dat jullie deze video hebben bekeken. Natuurlijk, laat alsjeblieft een reactie achter. Wat vond je van deze video? Willen jullie meer van zulke video's zoals deze? Gewoon echt rondom meteen, achter de camera, gewoon erop af. Of willen jullie met die stok zo en dan interviewen? Zo, je weet niet dat zij je wilt. Ik wil jullie heel erg bedanken. Laat het in ieder geval in de reacties weten. Like deze video, abonneer. En laat in de reacties ook weten wat jullie in de volgende video willen zien. Welke onderwerp zou ik doen? Vandaag was het Koran laten horen. Volgende keer wat jullie mogen bepalen. En wie weet ga ik inshallah een van jullie onderwerpen uitkiezen. Alhamdulillah, Amsterdam Centraal, Amsterdam. Prachtig uitzicht. En we zijn tot het einde gekomen. Shukran, jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.